Jaarlijks wordt tijdens de Pinksterdagen de Europa Run gelopen. De Almelopers is één van de 315 deelnemende groepen. En dit jaar voor het eerst met twee teams. De belangstelling voor het evenement wordt elk jaar groter. Ook op de route staan steeds meer mensen de lopers aan te moedigen. Tussen 3 en 10 trokken er een kleine 100 teams door de gemeente Almelo. Dit is een feest aan het worden dat die doorkomst van Europa Run. Ja, je ziet dat het elk jaar weer een stapje hoger komt. Hè? Dat de organisatie die ermee gemoeid is ook veel meer inspanningen verricht om hier die doorkomst te laten zijn en dat we weer de eerste prijs mogen halen. Dat zou toch wel heel uniek zijn, 4 keer achter elkaar. Ik vond het vorig jaar nog fantastisch, 3 keer achter elkaar, maar 4 keer achter elkaar natuurlijk nog fantastisch. Ik heb het gezien, ik heb een klein stukje van lopen van het parcours, maar een heel klein stukje. Maar dat is fantastisch. En al de mensen die er zijn, dat geeft toch een kick aan de lopers wat je zo hoort van ze. En dat is zeker de eerste ontvangst bij Marie de Rocking en dan de laatste ontvangst bij Bornebroek. Ja, dat is fantastisch. Fantastisch. Het woord dat je 10 feestverkeren noemt en ik kan het alleen maar beamen dat het zo is. Josse en Joyce, die zijn er helaas niet bij. Maar ook een andere die er dan bij is. Ja, en dat ben jij. Ja, en dat zat er niet in en het zit er nu wel. Ja, vorig jaar heb ik je uit moeten stappen. Omdat ik zelf borstkanker heb gehad. En nou kan ik gewoon weer meedoen. Maar meisje, dat is toch fantastisch. Hoe weet je het allemaal dan? Ja, geweldig toch. Ik weet alles. Ik heet Sinterklaas. Dankjewel, Sinterklaas. Hey, geef haar in het roze, dames en heren. Maar het is een fantastisch applaus. Want wat een doorzettingsvermogen. En wat een geweldig dat ze dat ook nog even zelf wilde komen vertellen. Geweldig! De doorkomst van de Europa Run werd weer groot aangepakt en het was erg gezellig in de stad. De opbrengst van de Europa Run gaat naar de begeleiding van kankerpatiënten en hun familie. Onder het motto: we voegen leven toe aan de dagen wanneer er weinig dagen meer zijn in het leven. De Almelopers haalden samen ruim 40.000 euro op. De totale opbrengst van het evenement wordt pas over een aantal weken bekendgemaakt. Well, what is your impression of Almelo for the first time? Absolutely fabulous. And the people are wonderful. So friendly. Yeah. And we loved the space and we loved last night where we were in the square and everybody just enjoying each other's company. Verwonsing, je hebt vier dames aan het werk uit Preston. Ja. En hoe komt dat zo? Door een uitwisseling heet dat project tussen Preston en Almelo met de bank. En die maken we samen. En die komt in het Schelfmanspark. Ik heb er al 200 uur in zitten. En nu wordt de voorkant gemaakt door de kunstenaars uit Preston. Ja, maar ze blijven maar 2 dagen, dus ze kunnen niet zoveel doen. Dus wij doen het meeste. Maar het zijn wel hun ontwerpen die er ook op staan. Is er nog tijd over voor de mensen uit Engeland om iets van Almelo te bekijken? Ja, we gaan sightseeing. Nu gaan we nog naar het Schelfoortspark, kijken waar de bank staat. En daarna gaan we nog naar het kasteel. En zondag gaan we naar de Biennale in Enschede. Dus dat wordt wel leuk. Well, we have incorporated many images that are known in Preston and people who come from Preston. We have the Wallace and Gromit, which is Nick Park, who actually came from Preston. And we have our palette for the artist. We have Arkwright, who designed a spinning Jenny, because we are twinned with Almelo because of the textiles in the first place. That's right. We have our football, we have our cotton reel for the textiles. And we have a river running through, which goes through onto your side, the Almelo side, because you have much water as well. Yes, we had Tom Finney as well. Yes, he was very well known. And Preston has just become very good and got into the next league up. Okay. A week.
contactadvertentie. Jij blond bruin string, topless, deze zomer bij strandpaal 6, je keek langdurig naar me. Ik, volle wanten, gebreide muts en een t-shirt van de GGZ. Hoe ik hier kwam. Goedenavond, ben ik hier goed? Dit is een inrichting voor gekken. Dan ben ik niet goed. Mooi zo, komt u maar binnen. Dichterschap. De Leidse letterkundige vertrouwde mij toe dat gedwongen opname in een inrichting van Gerrit Achterberg niet zo gek was, omdat deze dichter wel 3 keer per dag masturbeerde. 3 keer per dag. Het was voor mij wel even wennen aan het idee. Ik, een groter dichter dan Achterberg. Voorgoed genezen. Ik besloot met de trein naar Valkenburg te gaan, alwaar ene Jomanda wonderbaarlijke genezingen verrichtte. En ziet, op de heenweg zat ik nog, maar o wonder, op de terugweg kon ik staan. Nou, ik gooi hem dan ook maar even, want dat... Ze krijgen weer klachten achteraf. Ik heb uit mijn meest recente bundel een gedicht dat heet Te gek om los te lopen. En dat gaat over Willem H. En het is Willem H. omdat hij weer vastzit. Want het is natuurlijk gewoon toen hij losliep. Toen was het Willem Holleder natuurlijk. En toen hij losliep, toen zat hij een keer in een restaurant 2 tafeltjes verder dan waar ik zat. En dan merk je dat de sfeer in het restaurant toch verandert. Want je zit toch te denken van, nou, mag hij daar zitten of mag hij dat niet? Nou, het mocht, want hij was officieel vrij. Anders had ik er zeker wat van gezegd natuurlijk. Maar je merkt toch dat de sfeer in het restaurant enigszins verandert. Als Willem H. in het restaurant blijkt te zitten, klinkt alles wat normaal klinkt plotseling beladen. Bijvoorbeeld als iemand zegt dat het weer heerlijk helder is. Als iemand een Heineken bestelt, als iemand een advocaat wil, als iemand klaagt over de kogelbiefstuk, als iemand vraagt, wil je even voorschieten? Als iemand roept, mag ik even afrekenen? Of als hij zelf na het afrekenen zegt, laat de rest maar zitten. Ik heb nog 1 korte, dames en heren. Dat gaat over de voetballer... Wim Kieft, misschien kent u er dus ook een boek van verschenen. Wim was een goede voetballer en hij combineerde dat met het witte spul, laat ik het zomaar zeggen. Het gedicht heette eerst Maradona, maar ik heb het in zijn geheel herschreven. Wim Kieft. Alles wat lijn was verdween in zijn neusgaten. De zijlijn, de waslijn en de lijn om de hond uit te laten. Het schijnt dat Amsterdam na Wims verblijf 2 trams miste. Lijn 3 en lijn 5. Dank u. We hebben een voorstel gedaan om een energiefonds op te richten in Almelo. En dat is bedoeld om dan vanuit het geld gemeentelijke gebouwen te voorzien van bijvoorbeeld zonnepanelen of van isolatiemateriaal. Zodat we in die gemeentelijke gebouwen minder energie gebruiken, waardoor die energierekening lager is. En de bedoeling is dat het geld dan, wat daarmee verdiend wordt, ook voor een deel weer terugstroomt in dat fonds. Zodat jij de volgende projecten meer kunt aanpakken bij andere gebouwen. En dat heeft alleen maar te maken met overheidsgebouwen? Nou, in eerste instantie wel. Of waar de overheid bij betrokken is. Bijvoorbeeld bij de sport-BV van Almelo. En het zwembad, dat soort gebouwen. Ook onze sporthallen, scholen. Dus overheid, semi-overheid. Technisch zijn er best wel wat, denk ik, wat hobbels nog te nemen. Maar ik heb ook gevraagd om een aantal dingen te onderzoeken. Daar gaat die motie over, om te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn. Dus niet dat ik het al helemaal in een blauwdruk klaar heb. Het gaat terug naar het college, of een verzoek aan het college, om dit te gaan onderzoeken. En dan bij de raad terug te komen met overleggen of dat een goed idee is. En u heeft er ondertussen de meerderheid voor? Ja, ik zit al boven de 20 stemmen van de 35. En we hebben ook een financieringsvoorstel gedaan. En dat is de verkoop van de Innexis aandelen, die Almelo nog heeft. Dat is nog een uitvloeisel van de Essent destijds. Of daarvoor de IJsselcentrale, zullen mensen nog herinneren, maar... Ja, die kunnen we verkopen, eventueel aan de provincie. En dan hebben we een financieringsbron voor dat fonds. Ja, nou, dit fonds kan je op zich natuurlijk jaren mee doorgaan, zolang je maar zorgt dat er in dat fonds steeds weer geld terugvloeit. Vanuit de initiatieven die je hebt genomen bij die overheidsgebouwen. Komt goed recht hoor. Eventjes voor de lucht.
Jillian Boks en Miranda Oude-Wesselink uit de wijk Nijris. Was het spannend, Miranda? Ja, het was heel spannend. Je bent net even een klein kind weer, hè, zo'n avond. Ja. Heb je nog geappt? Wij hebben ook geappt, ja, een enkele valse melding, maar uiteindelijk ook de winnende melding. Ja, want waarom staan jullie hier? Want wij hebben de boeven gevangen. Ja. Hoe voelt dat om boeven te vangen? Ja, dat was heel spannend. Ik had de hele dag er al zin in en het is, ja, uiteindelijk is het gelukt. Ja. Nou, wat we gedaan hebben is drie casussen uitgezet in het Nijrees met als doel het signaleren en het melden verhogen van de burger. En hoe doen de mensen dat? Gewoon bellen? Nee, dat hebben we gedaan via WhatsApp. In Nijrees zijn mensen, een aantal mensen lid van een WhatsApp-groep. Ondertussen hebben we 260 deelnemers. En via de app hebben ze het signalement verspreid en hebben ze meegedaan met deze oefening. Ik was vanavond de boef in de wijk met Sandra samen. Ja, ik ben uiteindelijk ontdekt door kinderen. Door kinderen en door een volwassen man. Of twee vrouwen die ons dus vroegen op plaats van, bent u de boef? Maar we zijn door een andere bewoner van de wijk gewoon naar het punt gebracht waar wij zouden gaan inbreken. Dus ja, beter kan niet, hè? Er zijn collega's van mij, dus politiemensen, die zijn als burger verkleed. En daarbij hebben ze zich ook echt verdacht gekleed, hè? Dus een beetje opvallend. En daarbij hebben ze zich ook verdacht gedragen. We hebben ongeveer een half uur rondgelopen zonder op te vallen. Ja. Vervolgens zijn we dus aangesproken door die meneer van, zoeken jullie iets? We zijn gebracht naar deze straat. Toen zijn we foto's gaan maken bij willekeurige huizen. Die man die ons aansprak of wat dan ook. Vervolgens loopt er een meneer met honden, die honden uit te laten. Voor de hond niet aangesproken, lopen we terug. En toen gingen we bij die auto's kijken of ze open waren. En toen werden we inderdaad aangesproken van, kent u de boef in de wijk? Ja. Want dat is wat wij heel graag willen. Dat bewoners verdachte situaties herkennen en gaan melden bij ons. Eerst WhatsAppen ze elkaar. En uiteindelijk als inderdaad het zo is dat het een verdacht is, hè, heel duidelijk, dan kunnen ze 112 bellen. Nou, het is zo, op het moment dat zij een verdachte situatie zien, dat ze eerst de politie bellen en dan het op de app gooien. Zodat alle andere bewoners die lid zijn van die app ook kunnen gaan uitkijken naar die verdachte situatie. Zie je al mensen kijken of nog niks? Sterker nog, we zijn net even aan het dak opgeleden. Er zijn hier gewoon mensen echt terug. Dat is in de wijk. I'm not saying I'm not sorry. Just looking for another you. It's not getting any better. But what can I do when there's something wrong? When we keep holding up to the best days. I'm not saying I'm not sorry. Just looking for another you. I'm just looking for another you.
En daar is de vraag gesteld iedere keer aan leerlingen: wat zou je meenemen voor de toekomst van Almelo? Wat is er interessant? En daar kwamen hele lijsten uit en uiteindelijk zijn daar keuzes uit gemaakt en op basis daarvan zijn korte filmpjes gemaakt. Om te zorgen dat die schijf goed blijft, heb ik hier een zakrijst. Die ga ik erin gooien. Kom even. Dit is mijn zoon, Yves van Oudekerk. Hij gaat namens de organisatie ervoor zorgen dat hij over 15 jaar weer opgegraven wordt. Dat is een tijdcapsule en in deze tijdcapsule zitten videobestanden van leerlingen. Die hebben nagedacht over de toekomst van Almelo. Of tenminste wat ze mee wilden nemen voor de toekomst van Almelo. Wat ze belangrijk vonden dat bewaard bleef in de Almeloze cultuur. De leerlingen hebben aan de hand van De Wereld Draait Door, het programma op televisie, hebben ze zelden gedaan op hun scholen. Dus ze hebben een soort workshops gehad om zo'n soort Wereld Draait Door te maken. En de vraagstelling in die De Wereld Draait Door was steeds: wat nemen we mee voor de toekomst van Almelo? En dat heeft een hele reeks filmpjes, ongeveer 50 filmpjes opgeleverd, met een hele verschillende onderwerpen, waarbij iedere keer het ging over wat je dan voor de toekomst wilde bewaren voor Almelo. En een aantal onderwerpen zijn bijvoorbeeld de Almeloze dialect of gezond eten, Heracles, vakantie. Is er nog wel geld genoeg voor mij? Bestaat geld nog wel? Dat soort dingen. Dat staat nu allemaal op een harde schijf en die is vandaag in die tijdstapsule gestapt. En die is hier de grond in gegaan, bij het Stadsmuseum. Omdat dat de plek is waar het minste zal worden verbouwd. Eigenlijk deze plek zal waarschijnlijk voor de komende 100 jaar gewoon onaangeroerd blijven. Maar denkt u dat er over 15 jaar nog steeds harde schijven bestaan? Voor deze toepassing bewaar ik gewoon een computer voor 15 jaar. En dan zou in ieder geval, of mijn zoon bewaart die in ieder geval, dan zou over 15 jaar in ieder geval de bestanden af kunnen worden gespeeld. Deze week was een spannende week voor veel middelbare schoolleerlingen. De examenuitslag kwam binnen. Voor sommigen slecht nieuws omdat ze gezakt zijn of een herkansing moeten maken. Maar ook velen zijn geslaagd. Voor die leerlingen is er de jaarlijkse graduation party. Op het terras van de oude sociëteit wordt gevierd dat iedereen geslaagd is en wordt gedeeld wat de vervolgopleiding gaat worden. Almelo hoopt mede met de graduation party dat de herinnering aan Almelo goed blijft. Het feest wordt gesponsord door het bedrijfsleven en dat hoopt dat de studenten na hun studies weer terugkomen naar Almelo om hier in het bedrijfsleven aan de slag te gaan. Hij doet veel rolletjes in die auto. Mag wat even voor geen dag hier aan. Hebben verdiend. Hartstikke goed. Ze zeggen wel eens: een diploma is een bewijs van wat je hebt gedaan, niet van het geld. En dat was dan weer een grapje, of het was heel naïef dat men het niet meer wist. En dat is dan weer de schrik die je overkomt, maar dan blijkt het mee te vallen en dan veel mogelijkheden om een hele leuke baan te vinden in de toekomst. En ik denk dat deze graduation party ook laat zien hoe belangrijk wij vinden dat talenten zoals jullie aan deze regio gebonden blijven, aan Almelo gebonden blijven. En het bedrijfsleven, die hier ook rondloopt, die wil ook graag met jullie daarover in gesprek gaan. Een driemaal, hè? Dit is Chanel. Die is nu een half jaar. En ja, ze mag zo even aan het werk. Meestal is het in bosgebieden en op de vlakte. Maar puin is voor ons heel belangrijk. Vandaag hebben we een hele mooie locatie hier beschikbaar gekregen. Eugeria en Almelo. En vorige week mochten we hier ook trainen. En je weet nooit wat er gaat gebeuren. Bedenk de vuurwerkramp in Enschede. Bedenk misschien in Groningen dat er dan toch met het gasboringen, dat er toch bepaalde inzakkingen zijn. Misschien in het buitenland. Dus dat de honden er klaar voor zijn, dat we kunnen assisteren. Mocht er hulp nodig zijn, dan daar trainen wij voor. Ja. Ja.
Voor de jonge honden is elke training heel belangrijk, want ze doen ervaring op. Ze overwinnen bepaalde, angsten hoeft toch nog niet, maar wel dingen die ze nog niet meegemaakt hebben. En daarvoor worden ze steeds zelfverzekerder. Inderdaad, zag net Iris, het jonge hondje die nog in opleiding is. Heeft Puin nog niet zo heel veel meegemaakt. Ziet heel goed dat ze de geur pakt. Alleen het uitwerken, nou, daar moeten ze nog even bij helpen. Dan maken we haar steeds enthousiaster op. En een ervarener hond, die gaat al wat zelfstandiger graven, blaffen, dingen aan de kanten gooien. Zodat hij dan ook direct zo snel mogelijk bij degene die daar op de verstopplek ligt, kan komen. Want jullie verstoppen mensen, hè? Nu hebben we hier onder het puin, hè, in de kelder. En waar gaat zo meteen nog een actie plaatsvinden? We hebben hier ook nog in het gebouw achter. Daar verstoppen we ook nog mensen. Dus we proberen verschillende situaties, kunnen we hier mooi nabootsen. Dat is hartstikke mooi. Ja. Okay. Nou, eens even kijken, hoe vaak trainen jullie? Wij trainen elke week, in ieder geval, of meestal in het bos, maar ook buinlocaties. Elke week een dag van 9 tot 4. Dus we besteden heel veel tijd aan onze honden. En daarnaast hebben we natuurlijk nog mogelijke inzetten. Zoals, nou, in dit geval gisteren waren wij onderweg naar een inzet naar een vermiste vrouw in Haventen. En onderweg kregen we in dit geval het telefoontje dat ze inmiddels gevonden was. Dus dat was mooi. Maar ja, regelmatig worden we opgeroepen voor zoekacties naar vermiste mensen. En dat is wat wij doen. De kunstwerkplaats 8Z, de Acht Zaligheden, bestaat 5 jaar. Reden voor een feestje waar zelfs de burgemeester en de wethouder van cultuur even bij aanwezig waren. De kunstenaars mogen het pand van voormalig boekbinder Kroeze gratis gebruiken tot zich een huurder aandient. Ik praat recht, jij praat krom, maar dat is toch niet zo stomdronken. Zijn wij allebei, we draaien om de hete brei. Als jij daar staat op de stoep, dan ben ik zo blij. Ik heb je toch weer kunnen lokken, ja, ik voel mij aangetrokken. Nou, bij dit atelier hier op deze plek is 5 jaar, omdat we 5 jaar bestaan als achtzaligheden. Maar bij Paco Plumtrek, het kleinste pony van Almelo, ben ik toch al bijna 10 jaar betrokken. In oktober vieren we ons 10-jarig huwelijksfeest, zeg maar. Daarvoor staat nog aan de Hagengracht, daar hadden we ook een klein podium. En daar is het allemaal een beetje ontstaan. En we begonnen wel op een gegeven moment een aantal bevriende muzikanten uit te nodigen die dan een avond gitaar speelden of mooie liedjes brachten. En vervolgens werd het steeds groter. Nee, we hebben ongeveer meestal een man of 50 binnen. En we moeten ook aan de veiligheid denken van iedereen. Dus we proberen altijd wel rond de 50 mensen hier binnen te krijgen. Ja, er zit hier van alles. Alle soorten van kunst die zijn hier aanwezig. Ook een gitaarbouwer aanwezig. Dus wordt met wol gewerkt, wordt met verf gedaan, nog wildhout wat je zegt. En, van alles is er wat. En dat al 5 jaar lang. Ja, waren natuurlijk daarvoor was er ook al een soort kunstwerkplaats op het Indiaterrein waar we dan bij elkaar waren in een oude fabriek daar. En op een gegeven moment is dat heeft zich opgesplitst op 2 verschillende kunstgroepen. En dit is er één van. En wij hebben hier deze plek gevonden en we hopen hier nog wel een tijdje te zitten. Maar je weet het nooit van tevoren natuurlijk of je ergens lang kunt blijven zitten. Maar zolang het nog kan, blijf hier zitten. Niet net als jij. Don't tell the gods I left a mess. I can't undo what has been done. Let's run for cover.
Ja, weer bijna als thuiskomen. Nee, niet echt. Maar het is wel weer heel leuk om hier in de studio te zijn en radio te maken. Tot 12 uur vandaag gaan we met z'n vieren volhouden. En vervolgens krijgen we stinten of ploegendiensten van 3 uur de man. We zitten altijd met z'n tweeën bij elkaar en zo slippen we elkaar de uurtjes door. Vorig jaar hadden jullie als goede doel Rode Kruis. Wat hebben jullie nu? Wij hebben dit jaar gekozen voor lokale doelen. Onder andere de AED's. De AED's heeft geen eigen vereniging of stichting erachter zitten. En dat wordt eigenlijk door sponsoren altijd onderhouden en bekeken en bepaald. De RKSV Bonnebroek is altijd wel een goede. Jeugdkamp voor de RKSV en de Sint Cecilia. En we hebben nog een aantal meer. Sander, nog een half uurtje en je mag uit de studio. Hoe voelt dat? Op zich wel lekker. Je leeft er naartoe. Dus het hele weekend eigenlijk naar uitgekeken. Op het moment dat je straks weer vrijkomt, het eindbedrag te horen krijgt. Daar zijn we ook heel benieuwd naar. Maar ook vooral dat we weer mogen eten. En ik heb ook wel erg veel zin aan een eerste biertje. We are the heroes. De volgende is het Culturus Bonnebroek. Dat gaat om een bijdrage voor de geluidsinstallatie ook in de sportzaal. Daarvoor komt Ben naar voren. Hallo Ben. Goeie avond. Ook netjes toegelicht. Dat doen we al tijdens het weekend. Dus ik zal zeggen, kijk maar wat erin zit. En lees het bedrag op. Geweldig. Heel erg bedankt. De Culturus Bonnebroek die krijgt 2000 euro. Voor de aanschaf van de geluidsinstallatie in de sportzaal.